Turnster Celine van Gennen maakt een doorstart in haar carrière. De 22-jarige Emmeloordse, die in 2012 en 2016 historische resultaten boekte tijdens de Olympische Spelen, bleef in het na-Olympisch jaar een tijdje onder de radar om zich te bezinnen op haar sportieve toekomst. Nou, op een gegeven moment, ja, toen was ik er gewoon uit en toen dacht ik, ja, weet je, ik ben er gewoon nog niet klaar mee. Mijn lichaam is hersteld. Beter eigenlijk dan dat ik had verwacht, want ja, ik wist niet zo goed of het nog helemaal zou herstellen. Dus ja, ja, half september, eigenlijk in ieder geval het najaar, ben ik van plan weer rustig de zaal in te rollen. En dan ja, maand bij maand, jaar bij jaar te kijken en rustig op te bouwen. Kijken of ik wat ik er nog uit kan halen. Van Gennen kwam met een Achillespeesblessure terug uit Rio. Ze heeft in dit tussenjaar rust genomen om hier helemaal van te herstellen. Maar ze heeft niet helemaal stilgezeten. Ik geef ondertussen les bij DPT hier in Emmeloord. Ik neem een aantal groepslessen over. En dat helpt mij ook om mijzelf fit te houden. Daarnaast train ik één keer in de week met een personal trainer. Doe ik krachttraining. En zo hoop ik zo meteen, hè, want ik wil wel heel graag de tunnel weer in, de transfer zo klein mogelijk te hebben gemaakt. Dat ik met een hoog fitnesslevel eigenlijk weer de zaal instap. Het is duidelijk. Van Gennen heeft de accu weer opgeladen en is klaar om haar carrière een mooi vervolg te geven. Het eerste doel wordt sowieso volgend jaar het Europees kampioenschap. Die is in augustus in Glasgow. Dus dan heb ik ruim, ja, zeg maar drie kwart jaar de tijd voor om op te bouwen. En ik hoop dus dat ik door middel van dat ik zo fit ben gebleven, niet vanaf nul hoef op te bouwen, maar dat ik al wel een kleine start heb en dat het allemaal sneller mag gaan dan eigenlijk na de vorige cyclus, toen ik er wel echt helemaal uit ben geweest en ook weer ben begonnen. Maar toen moest ik echt wel van nul beginnen en ik hoop dat ik nu van zeg maar 30-40% level in ieder geval kan beginnen. In 2012 bij de Spelen in Londen leverde Van Gennen met een 12e plaats op de meerkamp een unieke prestatie. 4 jaar later in Rio eindigde de Emmeloordse met oranje in de turnfinale landenteams op de 7e plaats. En ook dat was nooit eerder gepresteerd. Zit er nog meer in het vat? Durft ze wellicht te denken aan de Spelen in 2020 in Tokio? Stiekem natuurlijk wel. Maar ik heb mezelf wel echt voorgenomen om het jaar bij jaar te bekijken. En echt goed mijn fysiek in de gaten te houden. En dat ik daar niet... Ik weet nu dat het herstelt. En dat wil ik graag zo houden. Ik wil niet dat het blijvende sporen oplevert nog verder voor mijn rest van mijn leven. Dus jaar bij jaar, maar stiekem, tuurlijk zit dat in mijn hoofd. Dankjewel, Celine.